Dit is West in 60 seconden. Twee mensen zijn dinsdagavond in Zevenhuizen om het leven gekomen bij een botsing tussen een bestelbus en een trein. De slachtoffers zaten allebei in de bestelbus. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Bij een schietpartij dinsdagavond op de Javalaan in Zoetermeer is één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer zou in een auto hebben gezeten toen hij werd neergeschoten. Hij is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Ook in de Stieltjesstraat in Den Haag raakte dinsdagavond één persoon gewond. Daar gaat het om een steekpartij. Hoe het met dat slachtoffer gaat is ook niet bekend. De politie heeft de dader een uur na het incident aangehouden in een pand aan de Callandstraat. Het oudste Indonesische restaurant van Nederland, Tampat Senang in Den Haag, dreigt failliet te gaan. Tampat Senang zit al 93 jaar aan de Laan van Meerdervoort, maar dreigt nu door een belastingschuld kopje onder te gaan. Deze week werd er voor een vermogen aan kunst uit het restaurant in beslag genomen. En tot zover West in 60 seconden.